Hallo jongens en meisjes van In Gamestad. Ik ga vandaag Hearthstone Beta spelen. Dit is een spel van Blizzard en ik ga tegen een random opponent spelen. Ik ga deze keer spelen met de Paladin Uther Lightbringer. En ik ben eigenlijk van gisteravond met het spel begonnen. Sinds een uur of 12 tot een uur of 3 in de ochtend. Dan gaan we een opponent vinden. Er wordt automatisch voor ons gezocht. En daar ga ik van proberen te winnen. Als jullie ook dit spel spelen, of de beta key hebben, laat het mij weten in de comments, want dan wil ik best van wel een potje tegen je spelen. Wat ik nu ga doen is hopelijk een goede kaart krijgen om mee te beginnen. Om dit spel te kunnen gaan winnen. En dit niet het geval, ik kan geen enkele zet doen. Dat is dus heel handig. Even wachten. Nou ja, charge ability kan ervoor zorgen dus dat je enemies meteen kunnen aanvallen, je minions. En dat is niet echt heel handig voor mij. Gelukkig heb ik Elven Archer, die doet één hit met Battlecry en dan kan je die gewoon, als je die gebruikt met oproepen, kan je die gebruiken, die ability. En in dit geval heb ik nou het leuke varkentje afgeslacht. Locked and loaded. Ik zal niet bij elke game van Hearthstone Beta commentary gaan geven. Het is de eerste keer. Ja, ik vind het een leuk spel, veel potential. Alleen, het is nog een beta, er zitten een paar kleine bugjes in, niet alles is gebalanceerd. En het crasht nogal vaak met de verbinding tussen de server van Battle.net en je computer. In dit gevecht gaat het mij in het begin erg slecht af, gelukkig. Gelukkig kom ik daar wel bovenuit, uiteindelijk. Wat ik nou ga doen is, ik ga proberen om die enemies weg te halen. Dan ga ik de sterkste kiezen natuurlijk nu. En ik gebruik mijn simpele opgeroepte minion die ik met herokrachten terug kan halen weer om een andere minion van hem uit te schakelen. I hope you like my invention. Nou, zover gaat het nog niet heel slecht. Reporting for maar uiteindelijk krijg je te zien dat deze Geist Gamer mij bijna kapot heeft gemaakt. Maar ik vind het een heel leuk spel. Het is lijkt een beetje zelfs op Yu-Gi-Oh! Als je het niet gekend. Kaartspel. Je hebt een aantal life points en die moet verdwijnen. Wat ik wel erg onhandig vind in dit spel is dat als jij een zwakker unit hebt en je valt een eentje aan met meer attack of meer health, dan kan je hem dus alsnog kapot krijgen. En er zit geen enkele penalty op. Dus behalve dat je kaart kapot gaat. Dus ik zou eigenlijk liefst veranderd zien worden in een backfire. Dus als jij een unit hebt van 11 attack en 6 life points en je valt hem aan, dat het verschil dus jou wordt weer aangevallen op jouw character. Dat zou ik liefst terug willen zien. Dan maakt het een stuk tactischer om een unit wel of niet aan te vallen.
Nou, ik ben een paar levels lager zelfs dan hem. En ja, zoals je kan zien is dat niet echt heel goed. Die gast heeft nu een 8-8 minion en ik heb een 1-5. Dus ja, hij moet mijn taunted minion eerst kapot maken. Dus daar hebben ze wel geluk mee. Maar ja, de volgende beurt zal hem maar keihard aanvallen. Als ik niet met iets beters kom. Dus wat ik nu ga doen is mezelf healen. Ik speel nu de Gnomish Inventor. En die boost ik. Die boost ik met meer damage. Waarom ik dit doe is, ook al is het niet hoger genoeg voor mij om de unit aan te vallen, doet meer damage bij zijn life points als hij hem aanvalt. Het probleem is nu, hij heeft nou een 11-7. Dus ik zit nou best wel in de problemen. En nu zeker, omdat hij zoveel units heeft staan om mij aan te vallen. Nou, als dit zo doorgaat ben ik de volgende beurt dus er geweest. Gelukkig krijg ik nu precies de goede kaart om dit op te lossen. Dus ik ga eerst met de Battle Cry spelen. Dus dan is die unit weg. Nou, op ik een unit met taunt op. En ik speel een kaart zodat een van zijn kaarten voor kapot is dat hij mij niet aan kan vallen. Ik heb een spel op mijn taunted gezet en op mijn Gnomish Inventor. Dus dat ik in ieder geval zijn unit kapot kan maken en hij kan mij niet direct nu aanvallen. Hij moet mij minimaal 2 keer aanvallen. For the Crusade! Hij roept nu een Scarlet Crusader op. Die spel om zich heen. Dus dat is niet echt handig. Wat ik gelukkig kan doen is dat ik een unit van klas 7 oproepen. En ik kan mezelf healen. Als ik dit niet kon, was ik echt geweest. Nu kan ik zijn units kapot maken. Dat was eigenlijk een foutje van mij om zijn Scarlet Crusader aan te vallen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoefde. Maar uiteindelijk maakte hij ook een paar foutjes waardoor ik juist wel kon winnen. Het staat er nou nog niet heel goed voor. Ik heb 15, hij heeft 27, maar gelukkig kan het spel echt heel snel veranderen als je het juist speelt. En dit was een foutje van hem. Handle it. Locked and loaded. Nu heeft hij nog maar 1 unit over. Ik roep nog een minion erbij op. En de volgende beurt kan ik hem al vrij goed kapot maken nu. Ik kan nu 17 hitten in de volgende beurt. Maar hij roept er eentje op met taunt, dus dat gaat niet worden. Hij heeft nou mijn sterkste unit kapot gemaakt. Gelukkig heb ik best wel veel mana crystals over. Dus. En heel veel geluk met het trekken van kaarten. En nu moet ik per se zijn taunt aanvallen. Dus ik stuur mijn dwarf op. En ik val. En ik wacht nu eigenlijk een beetje af van wat hij gaat doen. Hij heeft nog maar 1 kaart over. En eentje in zijn hand. En dat is niet heel super voor hem. Ook al roept hij nu een unit op, ik hoef hem niet per se aan te vallen zolang het niet taunted is. Dus eigenlijk
hij de volgende beurt wel erg in de pineut. Zoals je kunt zien. Want nu houdt hij nog maar één held over. Ik kan eigenlijk al zeggen, als hij geen taunt nu heeft, dan dat hij er geweest is. Maar hij heeft niet echt al mijn units nu. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar hij kan mij nou nooit kapot maken meer. Volgende beurt val ik hem aan, of met de kaart of met mijn eigen karakter. En ja, het is nu al afgelopen. Ik kan de kaart oproepen, maar ik val meteen aan. En ik heb gewonnen. Ja, laat mij eventjes weten of je ook dit spel hebt en of je tegen mij wil gaan vechten. Ik ben nou nog level 10, maar ik neem aan dat ik volgende week een heel stuk hoger ben. Zeker nadat ik bij Dreamhack ben geweest. Ik hoop dat ik daar nog wat kan spelen van het spel. En ja, dank jullie wel voor het kijken naar dit filmpje en tot de volgende keer.